In de biologie is een hybride, kruising of bastaard, het resultaat van de voortplanting van twee verschillende types planten of dieren. Vandaag gaan we het hebben over 10 hybride dieren die echt bestaan. Vergeet niet om te abonneren en op het belletje te klikken om voortaan gelijk op de hoogte te zijn van nieuwe uploads. 10. Zezel, zebra en ezel. Een zezel is een kruising tussen een zebra en een ezel. In het Engels heeft het dier de naam Zonkie en Zeedonk, combinaties van zebra en donkey. Het dier is onvruchtbaar omdat het een chromosoom mist en kan dus nooit voor nageslacht zorgen. Normaal gesproken paren ezels en zebra's niet, maar toch wordt er af en toe een zezel geboren. Tot nu toe is het 6 keer voorgekomen, waarvan de eerste keer in 2005 was in Barbados. Vervolgens is het in een aantal dierentuinen gebeurd in onder andere Stuttgart, de Amerikaanse staat Georgia, Xiamen in China, Florence in Italië en voor het laatst in Mexico in 2014. Er zijn in het verleden meerdere kruisingen gemaakt met zebra's, waaronder de kruisingen met paarden of ponies. 9. Dzo, jak en rund. Een dzo, Tibetaans ook wel dzo of zo, is een kruising tussen een jak en een rund. Het woord dzo verwijst naar een mannelijke variant, terwijl het vrouwelijke dier een dzomo of een dzom wordt genoemd. Dzomo's zijn vruchtbaar, terwijl dzo's onvruchtbaar zijn. Het ras is het product van het genetische fenomeen heterosis, waarvoor geldt dat ze sterker zijn dan zowel runderen als jaks. Hierdoor wordt ook gedacht dat ze meer productief zijn in het maken van melk en de vleesproductie. Deze dieren werden aanvankelijk gekruist in Tibet en Mongolië als werkdieren, omdat ze natuurlijk veel sterker zijn dan hun ouders. 8. Kama, kameel en lama. Een kama is een kruising tussen een kameel en een lama. Deze hybride is via kunstmatige inseminatie tot stand gekomen. Omdat de lama veel kleiner en lichter is dan de kameel, is het op een natuurlijke manier niet mogelijk. Dit gebeurde in het Camel Reproduction Center dat in Dubai ligt. Het doel was een dier te fokken met de grootte en kracht van een kameel, maar het rustige karakter en grotere aanmaak van de wol van de lama. De kama heeft de korte oren en lange staart van de kameel, maar is net als de lama bultloos. Interessant is dat dit een van de weinige hybride dieren zijn die altijd vruchtbaar zijn omdat de kameel en lama hetzelfde aantal chromosomen hebben. 7. IJsgrizzly, grizzlybeer en ijsbeer. Een ijsgrizzly is een kruising tussen een ijsbeer en een grizzlybeer. De hybride is zowel in gevangenschap als in het wild ontstaan. Ze werden voor het eerst in 1964 waargenomen in het wild. In een Duitse dierentuin in Osnabrück, doordat een bruine beer en ijsbeer een tweeling kregen, Tips en Taps. In het wild is er op Banks Island een ijsgrizzly gevonden. DNA-onderzoek wees dat uit. Grizzlyberen komen normaal voor in dichte bossen en ijsberen meer in de buurt van veel water en ijs. Normaal mijden grizzlies en ijsberen elkaar. Maar door de opwarming van de aarde trekt de grizzly meer richting het noorden en de ijsbeer richting het zuiden. Deze hybride kan mogelijk beter overleven in het veranderde klimaat. De ijsgrizzly wordt gezien als een vruchtbare hybride. Er is zelfs gesproken van een tweede generatie ijsgrizzlies die gezien werden in Victoria Island. Na wat DNA-test werd duidelijk dat de moeder van een ijsgrizzly was en de vader een normale grizzlybeer. 6. Kooiwolf, coyote en wolf. Deze kooiwolf is een kruising tussen een coyote en een rode wolf. Deze hybride dieren behoren tot de canine hybride diersoorten. Om deze dieren te kruisen hebben ze beide 78 chromosomen nodig, anders kunnen ze zich niet meer voortplanten. Deze kooiwolven zijn minder agressief dan wilde coyotes. 5. Walvijn, dolfijn en zwaardwalvis. De walvijn is een kruising tussen een dolfijn van het dolfijnengeslacht Tursiops en de zwarte zwaardwalvis. In 2010 leven er 2 walvijnen in het Sea Life Park in Hawaii. De vrouwelijke walvijn bracht al 3 walvijnen ter wereld, waarvan echter al 2 zijn overleden. Het laatste jong, dat een zwarte zwaardwalvis als vader heeft en geboren is in 2004, is weer een tussenvorm van de walvijn en de zwarte zwaardwalvis. Dit jong zwemt ook mee in shows in Hawaii. 4. Killer bee, Afrikaanse honingsbij en Europese bijen.
De geafrikaniseerde honingsbij, ook wel killerbier genoemd in de Verenigde Staten, is een hybride van de Amerikaanse honingsbij met verschillende Europese soorten zoals de Italiaanse en Spaanse bij. De geafrikaniseerde honingbij heeft een negatieve reputatie door zijn grote agressie. De geafrikaniseerde honingbij komt voor op het westelijk halfrond, waar hij zich vanuit Brazilië heeft verspreid over heel Zuid-Amerika, Centraal-Amerika en de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. De geafrikaniseerde honingbij verschilt qua uiterlijk niet van de Europese honingbij. Grootte en kleur zijn gelijk aan de Europese honingbij, terwijl de Afrikaanse honingbij kleiner is. Het verschil met de Europese soorten zit met name in het gedrag van de bijen. Genetisch blijken geafrikaniseerde honingbijen uiteen te vallen in twee categorieën. Zij die gemengd nucleair DNA maar Afrikaans mitochondriaal DNA hebben en zij die zowel mitochondriaal als nucleair DNA hebben dat gemengd is. De eerste soort overheerst. Echter, er zijn aanwijzingen dat vermenging met Europese soorten leidt tot een verhoudingsgewijze toename van DNA van Europese bijen. In 1957 liet een tijdelijk invallende imker per ongeluk toch 26 Tanzaniaanse door Ker geleverde bijenkoninginnen ontsnappen. Zij paarden met Europese darren en verspreidden zich over geheel Zuid-Amerika, waarbij ze de Europese soorten wegconcurreerden. Volgens schattingen breidde het gebied waarin geafrikaniseerde honingbijen voorkomen zich met gemiddeld 2 km per dag uit. De gevolgen voor de imkers in Centraal- en Zuid-Amerika waren dramatisch. Ze waren niet aan de extreem agressieve bijen gewend en de honingproductie daalde sterk. Ook nam het aantal sterfgevallen door bijensteken toe. In de jaren 90 bereikten de bijen de zuidelijke Verenigde Staten en Noord-Argentinië. In 1995 kwam de film Deadly Invasion – The Killer Bee Nightmare uit, die de reputatie van de geafrikaniseerde honingbij eveneens weinig goed deed. 3. Leiger, leeuw en tijger. Een leiger is een hybride kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. Om die reden behoort het dier tot het geslacht Panthera van de familie der katachtigen. Een hybride kruising tussen mannetjestijger en een vrouwtjesleeuw wordt ook wel teeuw genoemd in het Nederlands of tigon in het Engels. De op dit moment bekende leigers zijn geboren door invloed van de mens, ofwel met opzet, door ze bij elkaar te plaatsen in dezelfde ruimte. In de natuur komen leeuwen en tijger over het algemeen niet in hetzelfde gebied voor. De twee soorten komen allebei in India in het wild voor, maar bewonen verschillende regio's. Een leiger ziet eruit als een grote leeuw met diffuse tijgerstrepen. Leigers worden zoals vele soortkruisingen groter dan beide oude dieren. Dit geldt enkel voor de eerste generatie soortkruising en wordt veroorzaakt door de zogenaamde hybride groeikracht. Twee, savannakat, serval en normale kat. De savanna is een gedomesticeerde hybride kattensoort. Het is een kruising tussen een serval, dat een middelgrote wilde Afrikaanse kat met grote oren is, en een gedomesticeerde kat. De ongebruikelijke kruising werd populair onder fokkers aan het einde van de jaren 90 en in 2001 erkende Tika de soort als apart kattenras. Het is een redelijk grote kat met een slank figuur. Savannas zijn veel socialer dan normale huiskatten en worden ook wel met honden vergeleken omdat ze enorm loyaal zijn. Ze kunnen heel hoog springen en zijn de grootste katten ter wereld. Ze komen in allerlei verschillende kleuren voor, dat net afhangt van hoe ze gekruist zijn. 1. Gaap. Een gaap of scheid is een kruising tussen een geit en een schaap. Een gaap is het jong van een vrouwtjeschaap, ooi en een geitenbok. Het jong van een geitenvrouwtje, sik, en een mannetjeschaap, ram, noemen men scheid. Beide combinaties leken onvruchtbaar, maar op 29 december 2012 zijn in band twee lammetjes geboren uit een bevruchting door een gaap. Geiten behoren tot het geslacht Capra en bezitten 60 chromosomen, terwijl schapen tot het geslacht Ovis behoren en maar 54 chromosomen hebben. Door dit verschil in chromosomen zal een paring tussen een schaap en een geit in de meeste gevallen tot doodgeboren nageslacht leiden. Praktijkvoorbeelden suggereren echter dat een nakomeling levensvatbaar kan zijn, hoewel het zonder DNA-onderzoek niet uit te sluiten is dat het een chimera betreft. In 2005 lukte het docent dierverzorging Henk Sanders van het Welland College een aantal gaapjes te fokken. In 2009 werd er een scheidje geboren in Joppe en een tweede zou op komst zijn. Ook in 2011 werd de geboorte van een gaap gemeld. Op 4 april 2014 meldde de BBC dat er in Ierland een gaap is geboren. Op 5 april 2018 meldde de regionale televisie Mechelen, RTV, dat er in Heist op den Berg in België een gaapje was geboren. Dit waren 10 hybride dieren die echt bestaan. Wat vind jij er eigenlijk van?
Laat het ons weten in de comments. Laat weten welk hybride dier jouw favoriet is. Of welk hybride dier jij in de toekomst wel zou willen dat het zou bestaan. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal en om op het belletje te klikken om altijd als eerste op de hoogte te zijn zodra wij een nieuwe top 10 video uploaden.